Nou, uh, Rosita hier van uh, Extra Extra Large Mediumschap. Um, ik neem dit filmpje om, op om iets te vertellen. Een soort, nou ja, laat ik zeggen, een soort uh, aankondiging te doen van iets wat gaat komen. Um, wat dat heeft gebracht en ook uh, nou ja, wat ik ervan vond. Dus daar um, ga ik jullie uh, in meenemen. Nou, het is als volgt. We hebben uh, uh, met z'n allen, zaten we eens te brainstormen van... Dat nieuwe jaar komt eraan. Um, het is een beetje gekke tijd. Tenminste, dat vinden wij. Misschien vinden jullie het helemaal geen gekke tijd. En in deze tijd is alles een beetje onzeker. Um, wat nou? En Janneke is hier uh, de schuldige van. Wat nou? Als we aan de spirituele wereld zouden vragen... Uh, wat voor een beeld hun van deze tijd hebben... De toekomst die komen gaat... Um, Misschien een leuke boodschap voor de aankomende tijd. Nou, daar vind ik dan gelijk wat van. Dan ga ik gelijk al in de vraagmodus in mijn hoofd en denk: Nou, dat kan ik toch niet? Dat zal toch niet dat ik dat kan krijgen. En, maar ik vind het wel een tof idee. Dus vooropgesteld, ik dacht: Nou, weet je wat? Ik ga het doen. Ik ga gewoon zitten. Ik ga kijken wat er komt. Voordat ik dat doe, zitten er dus van allerlei negativiteit in mijn hoofd. En dit herkennen jullie natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar ja, bij mij werkt het dus wel zo. Ik ga zitten. Ik doe mijn ogen dicht. Ik verbind me met de vraag. Oké, okay, laat maar zien, jongens. Laat maar zien wat de aankomende tijd kan brengen. Of misschien een boodschap voor degene die ja, hier naar kijkt in dit geval. Ik uh, kreeg dus iets. Ik kreeg een beeld. En ik kreeg een beeld en het beeld, dat overviel me eigenlijk. Het overviel me in de pracht die het was en in de schoonheid die het me um, ja, liet zien. Um, ik zat eigenlijk heel lekker. Ik verbond mezelf met de ongeziene wereld, voelde echt de vibratie dichterbij komen. En met ik dat, dat voelde, zag ik allemaal kleuren door elkaar. Allemaal kleuren. Die als een soort golfbeweging door elkaar zien. Wat je ook wel eens ziet als je zo je ogen dicht doet. En dan zie je zo je eigen kleuren uh, verschijnen. Nou, dat zag ik dus. Ik zag allerlei kleuren verschijnen. Allerlei kleuren uh, door elkaar. En bijna of, of alle kleuren van alle mensen op de wereld stonden. Ik zag regenboogkleuren door elkaar, ik zag echt heel, heel duidelijke gele en, en persikachtige, allerlei bijzondere mooie kleuren en donker en licht. En die zag ik allemaal met elkaar als een soort, ja, bijna als een soort brei, als een soort, ja, ik kan het bijna niet omschrijven, met elkaar vermengen. En de woorden die daarbij kwam, kwamen, dat ieder zijn eigen kleuren meeneemt, altijd. En dat... De vermenging daarvan, dus een pracht geeft en een kleurenpalet, en door die kleuren heen zag ik ineens een een soort velvet, een soort fluweelachtige kettingen ontstaan met hele grote schakels. Wat je ook wel eens op schepen ziet, waar schepen mee vastgelegd worden. Die gingen door die kleuren heen en die schakels die waren van fluweel en die zaten aan elkaar. En voor mij was het heel duidelijk het goddelijke wat, wat ons alle verbindt. Op een hele zachte, liefdevolle, maar sterke manier. Dus het. Het beeld wat ik zag, was heel duidelijk alle kleuren met elkaar verbonden. Wat we moeten doen, is gewoon onszelf zijn, onze eigen kleur stralen. En met elkaar verbinden. Met onze eigenheid en met onze eigen kleuren. En op geen enkele wijze denken dat iemand anders beter is. Of of misschien wel krachtiger, of het beter weet, of wat dan ook. Maar gewoon onszelf zijn. Met onze eigen kleuren en dat mengen met elkaar. En dat wordt een kleurenpalet van kracht en pracht. En dat raakte me heel diep. En eh, ik vond daar van alles van. Eh, van tevoren. Dus ik was ook verbaasd dat dat beeld kwam. Dit beeld, waarin dus werd gezegd dat we met z'n allen moeten verbinden. Dat we alle, alle kleuren met elkaar moeten verbinden. Iedereen zijn eigenheid moet zijn, was zo'n duidelijke boodschap voor de toekomst van mij, waarin we onszelf moeten zijn, niemand moeten nastreven, niemand moeten nalopen, maar voor onszelf zijn wie we zijn, verbinden met het Goddelijke en misschien zelfs zal het Goddelijke een verbinding laten zijn tussen ons allemaal, tussen al onze kleuren. Dit was dus het bericht wat ik kreeg toen de spirituele wereld dichterbij kwam op de vraag van Janneke. Nu is het leuke hieraan dat we alle zeven, allemaal los van elkaar, niemand weet nog van elkaar wat, een bericht hebben gekregen. Of misschien ook wel niet, want dat kan natuurlijk net zo goed. Dat het gewoon niet in ons systeem kan op dit moment, of we er niet gevoelig voor zijn op dit moment. Dus dit filmpje is niet alleen een aankondiging dat er iets heel moois gaat komen met allerlei mooie momenten, maar dus ook mijn boodschap. Van mijn connectie met de spirituele wereld. En dus ook de boodschap voor jullie. En mocht je nou geïnspireerd zijn. En denk ik wil eigenlijk heel graag meedoen. Deel je berichtje hieronder. Dit bericht. Of waar je dit ook ziet of leest. <coughs> en deel dit. Deel dit. Uh, wat jij krijgt. En weet dan ook dat. Alles wat positief en mooi is, 99,999% van de spirituele wereld is. En vaak het negatieve wel een beetje uit onszelf komt. Dus weet dat de spirituele wereld positief is. En dat de berichten die soms wat negatief zijn, echt wel uit ons eigen systeem komen. Dus mijn boodschap van de spirituele wereld voor mezelf, voor ons, maar ook voor jullie. Als je dit kijkt, ben je eigen kleur. Verander niks. Ben wie je bent. Verbind met alles wat is. Alle kleuren maken samen een prachtig palet en laat het goddelijke met het fluweelzachte ons verbinden. Nou, ik zou alleen maar kunnen zeggen wat zal de wereld een mooiere plek worden?